Deze week in La Bourgeois. Door Philippe Hoepen opgezette expositie in het museum aan het Vrijthof en het festival Musica Sacra. Hier in het museum aan het Vrijthof in Maastricht is een bijzondere opening van een tentoonstelling die grotendeels is bedacht en voorbereid door voormalig burgemeester Philippe Hoepen. Hij kan daar zelf helaas niet meer bij zijn, hij is in het voorjaar overleden, maar hij wilde per se dat de expositie doorging en een van de drie schilderessen is zijn vrouw Margriet Hoepen. Ik wist wel dat u kunst maakte, maar ik had nooit gedacht dat u er ook echt mee naar buiten zou komen. Nou, ik heb altijd verschillende tentoonstellingen buiten Maastricht gedaan. In Den Haag en in Zeeland en in Zutphen. Maar ik hield dat een beetje weg, want dat was voor mij makkelijker. Want dan had ik een oordeel. Als ik het hier zou doen, dat liep allemaal een beetje door elkaar. Ja. Maar het was de wens van Philip. Dat voor mijn 75ste ik hier in Maastricht liet zien hoe blij je kunt worden van schilderen. Ja. Hij vond dat er altijd heel veel inspiratie. We inspireerden elkaar en hadden daar veel plezier om. Maar hij wou dat dolgraag. Dus hij heeft deze tentoonstelling helemaal voorbereid. Zijn teksten, hij heeft het verzonnen. De andere twee zijn twee... schilderessen die ik goed kende en waarmee ik een link mee had, en Philip ook. Ja. Dus daarom is dat zo gegroeid. Ik en Philips nadrukkelijke wens, laat het toch doorgaan. Want het is zo jammer. Al het werk is gedaan. Ja, al het werk is gedaan. Ja. Ja. Ik meen dat ik bij u thuis zoiets wel eens gezien heb. Zou dat kunnen? Ja, een jaar of vijf, zes geleden. 2012, en dan was het mijn man altijd. Als het dan af was, dan gingen we gezellig zitten met een glaasje wijn. Ja. En dan gingen we de titel verzinnen. Oh. En hierbij schoot hij opeens in de lach. En zei hij, ik heb een titel. Die kun jij niet verbeteren. Ladder zat. Nou, het mag. Ja. Is dat een productie, als ik het zo mag zeggen, van de afgelopen 10 jaar? De afgelopen 15 jaar. Want... zeker de afgelopen 15, 17 jaar. Dus er is veel werk teruggehaald. Dus dit heb ik allemaal niet nu zitten schilderen. Nee. Dit is helemaal het begin. Want toen er deze was. Ja. Mijn man is burgemeester in Friesland geweest. Dus af en toe had je deze situatie. Maar dit is echt met een knipoog, hè? Dit is zeer met een knipoog. Want de titel van dit schilderijtje is Beide uitgemolken. En dit schilderij van gebakken lucht. Dat heeft heel lang in Brussel heeft dat gehangen. Ja. En in Den Haag hangt er een. Gebakken lucht. Ja, dat zou op veel plaatsen kunnen hangen. Dat symbolisch zou op veel plaatsen. Maar het plezier van het schilderen, om dat een paar keer uit te beelden, dat is heerlijk plezier. Ja. Het werk wat ik op het ogenblik mee bezig ben, de afgelopen jaren. Hier ga ik het door. Ja. Want dit zijn grotere streken. Dus dan hoef je niet dat fijne werk wat ik nou niet meer zo goed kan. Ja, het is puur een praktische overweging. Ja, die gewoon het groeide en ik kan het niet laten. Nee. Je kunt het schilderen niet laten. Nee. Kijk, dit kan ik dan ook niet laten. Ja. De vogelkooitjes, ik heb in de fabriek Makkum geschilderd bij Tichelaar. Mocht ik eens 14 dagen schilderen. Maar dan ga je ook dit soort dingen. Je verzint. Ik heb geen gebrek aan fantasie. Nee, dat is gelukkig. Maar dit is mijn laatste, waar Philip helemaal verrukt van was. Mooi. Machtige kleur. Hè? En toen heb ik enorm veel plezier gehad met dit maken. Want ik wist af en toe niet wat ik deed.
Maar toen opeens vatte ik, oh, daar komt het. Maar het duurde lang. Ja, ja. Het duurde lang. Maar u hebt de tijd, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, we nemen de tijd. André Rieu had hier een tentoonstelling, 2 jaar geleden denk ik. En daar zat de vioolbouwer Reizemus, die had hier een kamer. Ja. En daar liep ik langs en terwijl hij zat violen zat te maken, dacht ik, god, ik zou wel zo'n plankje willen beschilderen. Ja, dan kreeg ik zo'n mooi plankje, een echt vioolplankje, dat is het Bollingen, wat zo'n Niels heeft gemaakt. En dat heb ik dus beschilderd. En heeft André Rieu het zelf al gezien? Of nee? Denk het niet. Kijk. Want het hangt er net. Het is kerstvers. Ja, leuk. We hebben u een keer opgezocht al jaren geleden in Zuid-Frankrijk. Waar u ook nog een atelier hebt. Dat is er nog steeds. En u doet nog altijd dezelfde stijl? Daar doe ik heel veel stillevens. Ik had gedacht dat ik landschappen ging doen, maar dat is toch niet zo mijn ding. Okay. En met die kleuren van die granaatappels en alles wat daar groeit en bloeit. Ja. Die kleuren, daar heb ik eigenlijk het meeste plezier in om dat te laten zien. Okay. En als u hier in Limburg schildert, in Weert geloof ik, hè? Yes. Maakt u hier in Weert wat anders dan als u in Zuid-Frankrijk bent? Nou, hier maak ik vooral portretten ook veel. Hè? Niet alleen, maar de portretten doe ik het liefst in Weert. Dit heeft Annelies 22 jaar geleden van Philip geschilderd. Okay. Zoals hij altijd in de auto of ergens zat te werken, koffertje, en dan schreef hij. Het is wel 22 jaar geleden, maar het is exact zoals het was. Ja, ja, ja. En kijk, hier de humor vanuit zijn... Ja. Ja, wij stond op zolder, want we hadden het niet nodig. Maar nu zijn we er heel blij mee. Ja, 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 ja. De tentoonstelling loopt nog tot en met 5 november. Van de meest prestigieuze culturele festivals in Limburg werd dit weekend in Maastricht gehouden, namelijk Musica Sacra. Bij de opening in de Sint-Servaas-basiliek zongen schoolkinderen Gregoriaans en verderop in het theater aan de Vrijthof dirigeerde Jan Kober het conservatoriumorkest. Musica sacra, kan ik dan zeggen, ja, dat is eigenlijk religieuze muziek, of moet ik zeggen spirituele muziek? Of ja. Ja, je kunt, het liefste hebben we dat je zegt spirituele muziek, maar sacra betekent eigenlijk alles wat ons een beetje overstijgt, waar we niet aan toekomen. En muziek, en vanmiddag was er een prachtige lezing over het filosoof Etienne Kuipers, die zegt datgene wat ons groter maakt dan wij zijn, en als we dat meemaken, en dat heeft met solidariteit, heeft met binding te maken, die muziek, die heeft een sacra karakter, die heeft een heilig karakter, zou je kunnen zeggen. Die overstijgt ons een beetje. Beethoven, pak Bach, dat weet je ook. Matthäus Passion, noem maar op. Maar die muziek die wij zoeken, is muziek die je in vervoering brengt en een beetje je over jezelf heen laat stijgen.
naar een grotere hoogte. En dat is dan het sacraal element. En dat kan je als religieus benoemen, maar dat hoeft niet. Net gehoord Candide hè, van Bernstein. Als je goed luistert, hoor je dat de hele wedstrijdstory in hè, al terugkomen. Nou, dat is dan ook voor het begin, moeten we het een beetje ook vrolijk houden. Daarom die kinderen, hè, dat heb je gezien in de Sint-Servaart, die staan aan het begin van hun leven. En die symbolen zoeken we dan, begrijp je? Als die kinderen daar staan of die lopen naar buiten zo, dan gaat het toch iets verder dan het normale leven. Nou, daar, die dingen, die zoeken we dus op. U had het op het podium over dat dit het begin is van het nieuwe culturele leven in Maastricht. Dus zelfs binnen de gemeenteraad werd gezegd van ja, we moeten wel een tandje bijzetten. Want in Heerlen gaan ze wat sneller cultureel gezien. Nou, Heerlen doen heel veel mooie dingen en daar ben ik ook hartstikke jaloers op. Maar ik denk dat we denk iets beter het voor elkaar moeten krijgen om te laten zien wat er gewoon hier in Maastricht gebeurt. Dat is anders dan in Maastricht, dan in Heerlen. Anders dan in Sittard-Geleen, anders in welke gemeente dan ook. Maar ik denk dat we het beter mogen etaleren. En als je ziet wat er gebeurt op cultureel gebied, maar ook de vernieuwing. En daar hopen we ook dit weekend weer een bijdrage aan te kunnen leveren. Dan hoop ik dat we toch laten zien dat we ook in evenknie van Heerlen kunnen zijn.